Kracht voor mij is het gebouw waar de commissievergaderingen plaatsvinden. Commissievergaderingen zijn bijeenkomsten waar heel wat voorbereidend werk wordt gedaan voor wetsvoorstellen, maar waar ook de ministers kunnen worden ondervraagd. In de Kamer zijn er verschillende commissies met allemaal een specifiek thema. Denk maar aan de commissie Volksgezondheid of de commissie Defensie. Ikzelf zit in de commissie Financiën en Begroting. En elke commissie heeft een voorzitter en tijdens de bijeenkomsten kunnen er enerzijds vragen gesteld worden aan de minister. Aan de andere kant worden wetsvoorstellen die worden ingediend ook besproken in de commissie, gediscussieerd en eventueel aangepast. In de commissie moet er dan ook gestemd worden. Elk voorstel dat een meerderheid krijgt in de commissie kan zo verder gaan in het proces naar de plenaire vergadering. Dat is een vergadering waar alle 150 parlementsleden vertegenwoordigd zijn. Momenteel lopen er een aantal wetsvoorstellen die ik zelf heb ingediend. Denk maar aan het gelijktrekken van de definitie gehandicapt kind, die nog verschillend is op Vlaams niveau als op federaal niveau. Of misschien aan het voorstel om de kaasroute af te sluiten of een digitale tax in te voeren voor de grote internetgiganten om zo de concurrentie met de lokale spelers te verminderen.